Vicepresident Ronnie Brunswijk bevestigt dat de situatie in het land moeilijk is geworden. Hij geeft aan dat de steeds stijgende koers niet is uit te houden. Hij hoopt dat de maatregelen die de regering afgelopen maandag heeft aangekondigd om de koers te stabiliseren zullen helpen. Echter merkt hij op dat er niet gewacht moest worden tot de koers helemaal ontregeld is. Vanaf dag 1 moeten we het strak houden, heb ik gezegd, strak houden, onder controle houden. Maar je gaat niet uit de handen geven dat wanneer het Wild West is geworden, dan ga je nu maatregelen treffen. We moeten maatregelen tijdelijk treffen. En ik ben blij dat we nu maatregelen treffen om die koers, want echt hoor. Ik kan het zelf niet laten staan, die arme mensen. Als ik iemand zo, bijvoorbeeld, ik betaal huis voor mensen voor, zeg maar, $200. En hoeveel was het? 4000. En nu is het dan 6000. Dan waar ga je dat geld vinden? En die mensen die hun huur moeten betalen, gaat niet kunnen betalen. Mensen die auto moeten aflossen. Alles is ontregeld. Je gaat niks meer doen, toch? Want als je 200 betaalde en je komt randje uit en nu komt er nog een 2000 erop. Ga je niet kunnen betalen. Weet je hoeveel auto's zijn teruggehaald bij mensen? Mensen komen huilend hier. Vandaar dat ik niet meer hier kom, want ik kan het niet aan. Dat al die mensen hier komen klagen, niemand komt uit. Brunswijk meent dat er meer gedaan moet worden aan prijscontrole. Hij begrijpt helemaal dat mensen protesteren omdat ze niet langer kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften. Hij twijfelt daarom ook als het loslaten van de benzineprijzen een wijs besluit zal zijn. Ik ben een beetje bang dat wanneer we de prijs loslaat van benzine, dat de Averex gaat werken. Maar in ieder geval is nog niet zover. Vandaag komen er een aantal raad voorstellen om te bekijken, dan gaan we kijken. We kunnen die koers bijvoorbeeld van brandstofprijzen naar boven, bijvoorbeeld elke keer weer. Maar als je abrupt gaat naar marktconform, dan vrees ik dat we meer problemen gaan krijgen. Vooral met de prijzen in de winkel, alles gaat omhoog. De vicepresident deelt de mening van de president niet dat de mensen in de goudsector binnenkort duurder zullen moeten betalen voor brandstof. Hij vreest dat mensen uit de goudsector hierdoor geen winst gaan kunnen maken en daardoor de sector zal doodbloeden. Vicepresident Brunswijk sprak journalisten vanmorgen toe voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering.